Het is vandaag erg bewolkt en er is kans op bepaalde plekken een kleine aardbeving. We gaan nu verder met het nieuws. Er zijn veel aardbevingen in ons land gekomen. En er zijn heel veel mensen dakloos geworden en ook veel mensen zijn overleden. We gaan nu kijken naar de reportage van Ali, die naar de dakloze kinderen is gegaan. Hallo, ik ben Ali. Ik sta hier midden in een rampgebied in Rotterdam-West. Er zijn hier veel kinderen gewond geraakt en een paar zijn zelfs gestorven. Er lopen hier veel daklozen rond. Ik ga zo meteen op zoek naar een paar daklozen. Hun ouders zijn ook gestorven. Ik zie daar een paar kinderen. Ik loop nu even naar ze toe. En dan ga ik even kijken wat ze aan het doen zijn en een paar vragen stellen. Deze zie ik een paar. Hallo, wat is er gebeurd? En wie zijn jullie? Mijn ouders zijn gestorven. En we hebben geen eten. Ik heb zo'n honger. Er zijn ook meer kinderen. Die hebben ook honger. Je moet wel goed zoeken. Help me alsjeblieft. Help. Help. Ik ben op zoek naar een paar kinderen. Daar zie ik er al een paar. Kijk maar. Ik loop nu naar ze toe en vraag wat er met ze aan de hand is. Hallo dames, wat is er met jullie aan de hand? We hebben geen eten. Er is een aardbeving gebeurd. Help ons alsjeblieft. Ja. Mijn familie is gestorven en ik ga bijna dood van honger. Is je huis ook ingestort? Ja. Zoals jullie zien zijn dit hele schokkende beelden. Ik sta hiernaast met een dakloze. Wil je nog iets zeggen tegen de mensen thuis? Ja. Help ons alsjeblieft. Oké, dat was het voor vandaag. Tot ziens en terug naar de studio. Als de mensen van UNICEF de beelden zien, schrikken ze heel erg. Ze besluiten snel de dakloze kinderen te gaan helpen. Een half jaar geleden was er hier een grote aardbeving gebeurd en veel kinderen waren gestorven en dakloos geworden. Nu gaan we kijken hoe het weer met ze is. Ali heeft een nieuwe reportage gemaakt hoe het nu gaat met de kinderen. Hallo, ik sta hier voor de Vierambachtschool van groep 7b. De kinderen die dakloos waren hebben nu een goed leven en wonen in een pleeggezin. Ze hebben geen gescheurde kleren aan en ik ga een paar vragen stellen. Ja, dus je woont nu in een pleeggezin, had ik gehoord, en je had goede cijfers. Is, ja. Het ook zo, is dat ook zo? Ja. Hallo, hoe gaat het nu met jou? Want je zag je ook als dakloos. Ja, het gaat wel goed, allemaal dankzij UNICEF en ik ben heel dankbaar.